Kijkers Botlek TV Link Media, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. We staan hier bij het voormalige ziekenhuis Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Maar al heel wat jaren het Spijkenisse Medisch Centrum. Er wordt hier gedemonstreerd. Er wordt straks ook een petitie aangeboden aan het directielid van het Medisch Centrum. In de hoop, misschien een klein beetje in de verwachting, dat ze er ook iets aan gaan doen. En wat is dat iets? Nou, dat is behoorlijk wat. Een volwaardig ziekenhuis. En in ieder geval een mogelijkheid om hier je kindje te krijgen. Dat je niet naar Rotterdam moet worden vervoerd, misschien wel bij spoed met een ziekenauto die voor de Spijkenissenbrug moet staan wachten of ergens anders in een file te staan. Niet naar Dirksland gaat, naar Bethesda, 50 kilometer hier vandaan. Alles wat je nodig hebt is hier, tot en met de verloskundigen toe. Alleen, die mogen soms geen kamer huren of kunnen geen kamer huren om een bevalling mogelijk te maken. Daarvoor is die petitie. Die petitie wordt straks dus aangeboden door Willem Heijdacker. Willem Heijdacker, een man met een rood hart, Partij van de Arbeid, maar hij benadrukt dat hij hier staat om vooral ervoor te zorgen. En als hem dat zou lukken, ja, dan verdient hij een gouden stoel in de hemel, denk ik zo, om hier een volwaardig ziekenhuis te krijgen. Wij staan hier voor het aanbieden van de petitie, keuzevrijheid aanstaande moeders, om te bevallen waar je wilt. En dat betekent dus dat je een eigen keuze hebt als je zwanger bent, hier op de eilanden waar 200.000 inwoners wonen, ja, om hier je eigen keuze te kunnen zeggen van, nou ja, ik beval thuis en of bij een indicatie of bij een acute bevalling in het ziekenhuis in Spijkenisse. Het Spijkenisse Medisch Centrum is sinds 2013 niet meer ingericht met een verloskundeafdeling. Er worden geen babytjes meer geboren. Er is geen mogelijkheid meer om een keizersnee bij wijze van spreken toe te passen of levensreddende handelingen indien nodig, hè, wat toch bij een ziekenhuis hoort, om die dat uit te voeren. Het is zorgelijk dat wij, zeker ook met onze infrastructurele problemen die we al hebben, maar die dadelijk ook nog door de grote onderhoud van aan beide bruggen, de Spijkenissenbrug en de Hartelbrug, dat we dadelijk het eiland niet meer afkomen. En zeker bij zo'n acute bevalling is dat zeer levensbedreigend. Dan mevrouw, u staat achter een spandoek. U staat dus ook achter het feit, althans het moet een feit gaan worden, dat wij kunnen bevallen in Spijkenisse natuurlijk. Want het is natuurlijk niet normaal in zo'n grote gemeente dat wij geen normaal ziekenhuis hebben waar we normaal in kunnen bevallen en wat er ook gebeurt. Wij moeten altijd maar naar Rotterdam of weet ik van wat. En die jonge moedertjes, ja, ik vind het gewoon waanzin dat wij dat niet meer hebben hier. Ja, want u staat hier niet voor uzelf, dat mag duidelijk zijn, nee, maar wel voor de jonge generatie en voor hun veiligheid, ja, en hun welzijn. Ja, dat klopt. Ja. Ik bedoel, ja, ik vind dat al zo en zo raar dat het ziekenhuis hier weggegaan is. Nou, ja. Nou, dank u wel. En u mevrouw? Hetzelfde? Of, ja, in principe hetzelfde. Maar omdat we zo'n grote gemeente zijn met zo ontzettend veel mensen en dan geen volwaardig ziekenhuis, dat is natuurlijk van de gekken. Rotterdam heeft minder inwoners dan hier de eilanden. En die hebben verschillende ziekenhuizen, helemaal volwaardig. En wij met zoveel mensen meer hebben we dat niet. En een groep maar leeft het wel mevrouw? Want als ik nou kijk, ik wil het niet bagatelliseren, maar er staat een handjevol mensen. Ja. Hier zouden toch duizenden mensen moeten staan? Ja, in principe wel, ja. Maar ja, ja. Dat is Spijkenisse, slaapstad, wat dat betreft. Ja. Wat denkt u mevrouw? Hoe komt dat? Ik denk dat we in de toekomst maar aan 010 moeten denken. Dan krijgen we ook nog eens een keer vervoer. Ja, en misschien een tunnel ook nog. Maar ja, dan denk ik dat, dat door een roosje ook wakker wordt. Hè? Men staat hier meestal omdat we ook een ervaring meer hebben gekregen. Ja. Zeker bij mijn eigen dochter, bij mijn schoondochter en bij vreemden. Want ik sta hier niet voor mezelf. Kijk. Het is mooi dat de generatie zoals u en ik hier staan. Maar waar is die generatie zelf? Meneer, heeft u daar een idee van? Geen idee, want ik heb namelijk geen kinderen, maar ik sta hier voor een volwassen ziekenhuis, laat maar zeggen. En ja. Niet alleen maar voor een kraamafdeling, maar eigenlijk echt volwaardig geopereerd dat je hier kan worden. Een beetje een mini-Erasmus. Nou, een klein beetje zou dat wel op zijn plaats zijn, ja. Want de 20 september 2013 was hier de allerlaatste bevalling. En toen met een spoed keizersnee. En dat weet ik zo goed, omdat dat onze jongste dochter was. Nou, ja, dan begrijp ik inderdaad waarom u hier staat. Dat is een hele duidelijke reden. Maar ook voor alle andere. Wat zegt u? Het is ook niet zo. Want we hebben ook genoeg verloskundigen hier in Spijkenisse, gemeente Nissewaard tegenwoordig. Alleen ze hebben de gelegenheid niet meer om een verloskamer te huren. En dat vind ik dus heel erg jammer. Want een verloskamer is natuurlijk best wel bij de eerste bevalling, dat weet toch de meesten ook wel, dat het best moeilijk is. Dus een verloskamer geeft een beetje veiligheid, maar dat is er niet meer. Dus ze moeten maar gewoon thuis bevallen. Of 30 kilometer naar weet ik van waar en 10 kilometer over Dirksland of naar Rotterdam. En dan ik heb 1 keer meegemaakt, werd niet aangenomen bij Kaatje, moest een ander ziekenhuis opzoeken. Want het zat vol. Ja. Dat is er ook nog aan de hand. Ook de politiek is vertegenwoordigd, Voorne-Putten. Ja, goedemiddag, Roy Mastelv, Voorne-Putten, raadslid inderdaad. Belangrijke bijeenkomst hier vandaag voor het SMC. Wij strijden al heel lang voor überhaupt een volwaardig ziekenhuis hier in Spijkenisse. Dat moet weer terugkomen. We bedienen hier een gebied van ruim 200.000 inwoners. Met zware industrie in het achterland. We zijn een gevoelige regio qua bereikbaarheid. En dan is het onderdeel waar hier vandaag voor gedemonstreerd wordt een heel belangrijk onderdeel. Dat de inwoners hier ook weer kunnen bevallen. Zeker ook gezien wat er allemaal aankomt nu met de wegwerkzaamheden qua bruggen die in onderhoud gaan. Is het belangrijk dat wij hier samen voor staan. Ja, maar de verantwoordelijk wethouder, het college, vinden die dit niet belangrijk? Nou, we hebben hier vragen over gesteld, ook naar aanleiding van een werkbezoek wat we hier gedaan hebben. Daar hebben we al aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, die dadelijk ook de handtekeningen in ontvangst komt nemen, gevraagd van hoe zit het nou met die verloskundeafdeling? Ja, maar ik vroeg u van... Het college, waar is het college? Ja, dat is aan het college. Wij hebben ook aan de desbetreffende wethouder hier vragen over gesteld. En die verwijst weer door naar de zorgverzekeraars, naar het ministerie, naar het samenwerksverband tussen de ziekenhuizen. Dus er komt heel veel verhaal, zeg maar weinig oplossingen voor de inwoners. En we zien toch wel aan de petitie die wij ook hebben lopen al 1,5 jaar, waar ruim 7000 mensen getekend hebben voor dit volwaardig ziekenhuis, dat het toch enorm leeft hier in Nissewaard en in Spijkenisse. Dus er moet gewoon actie ondernomen worden. Ja, zelf kinderen die een beetje rond de leeftijd van moederschap zijn of zo, maakt u zich zorgen met een bevalling dat ze ver weg moeten? Nee, nou, ik heb zelf 2 prachtige dochters die hier geboren zijn. Een fantastische zorg gehad hier in het destijds ziekenhuis. Eén heeft wel de leeftijd, maar laat ze nog even een paar jaar wachten. Maar ik kan me voorstellen dat u zich zorgen maakt van als het zo is, en het geldt voor haar leeftijdgenoten natuurlijk, dat u zegt van ja, wat gebeurt er? De brug staat open, de tunnel geblokkeerd, Hartelbrug vol. Nou ja, dat vooral inderdaad. Kijkend naar de toekomst. Ik hoop dat ik ooit opa mag worden. En dan hoop ik dat ze ook hier gewoon gezond kunnen bevallen. En je moet er toch niet aan denken dat er nu iets met een complicatie is. En jij wil hier... Nou ja, we hebben het afgelopen week gezien hoeveel het allemaal vast stond hier. En je moet naar Rotterdam toe. Nou ja, reken maar uit. Toch gek hè? Iedereen wil het. De mensen hier zo om me heen. En ook het college, dat kan niet anders. Dat zijn ook mensen uit Spijkenisse. Noem maar op. En toch gebeurt het niet. Waar zit hem dat dan in? We horen heel veel excuses. Er is geen geld, er is geen personeel. Dat zijn de 2 belangrijkste redenen die worden aangegeven voor het niet in stand houden van een volwaardig ziekenhuis hier. We horen vooral dat heel veel gedacht wordt in problemen en heel weinig in oplossingen. En ik denk dat het college, maar ook de regiogemeenten, zeg maar, de aanjager moeten zijn richting ministerie, richting zorgverzekeraars. Nissewaard lokaal, u bent? Tom daarnaast en raadslid Nissewaard lokaal. Ja, inderdaad. Waar zijn de wethouders? Hadden die niet ook hier moeten staan? Ook, hè? Want het is belangrijk dat ook een coalitiepartij hier aanwezig is. Ja, die had er ook best wel mee kunnen zijn. Maar ja, in hun programma's, alles wat ze te doen hebben, denk ik dat er weinig tijd in zit. Want het is maar dan stel je toch prioriteiten. Dan ga je toch geen speeltuin openen. Dan kom je toch naar het medisch centrum. Onze wethouder en ik denk een hoop andere wethouders, die hebben met alle verbouwingen en alle dingen die gebeuren in Spijkenisse toch al heel erg druk. En van 's morgens vroeg tot eigenlijk 's avonds laat. Ja, het is prachtig loyaal dat u ze dus excuseert. Ik heb gelukkig wel de vrouw gezien van Chris Hottentot. Hè? Ja, dus die wordt thuis bij de warme hap wordt die gebriefd. Maar waarvoor staat u hier? Want u heeft ook een persoonlijke ervaring recent opgedaan. Allereerst gefeliciteerd, want hier staat een kerstverse jonge opa. 15 augustus heb ik me net laten vertellen. Maar dat heeft 50 kilometer geduurd voordat uw dochter in het ziekenhuis zat. Het is mijn schoondochter, maar die is maandags kreeg ze al wat de gevoelens van het gaat gebeuren. Toen zijn ze toen konden ze niet naar het Icasia, dat zei de verloskundige, maar ze moest naar het Bethesda. Die hebben ze daar naartoe gestuurd, ze is aangemeld daar zo. Ze is daar gekomen. En toen zeiden ze van nou, het is nog niet zo ver dat het gaat gebeuren, maar je mag nu naar huis toe. Morgen mag je terugkomen. De volgende dag is om 7 uur 's avonds, kwart over 7 's avonds, is de kleine geboren. En gezond en wel. Ik heb ik zal je zo een foto van laten zien. Ja, daar zijn we benieuwd naar natuurlijk. Hè? Mooi klein, wollig kindje. Ja, schattig, mooi meisje. Dus, ik ben er wel blij mee, maar het is wel 50 kilometer wat je moet rijden. Ja, en, want Bethesda, waar is dat? Dat is in Dirksland en dat was in de tijd dat de Heinoord nog niet open was. Dus je houdt je hart vast van waar kom je in terecht. Ja. En dat, gelukkig is alles goed gegaan. Ja. We kijken straks eventjes, ik mag hem ook op beeld laten zien, die wolk van een kleindochter. Fijn dat hier een trotse opa staat. En we wachten nog eventjes op de directie. Die gaat een petitie aanpakken. Die wordt aangeboden door Willem Heijdacker. Links van mij, Willem Heijdacker, Partij van de Arbeid. Maar vooral initiatiefnemer van deze petitie. Meneer Heijdacker, waar zijn al die honderden, duizenden mensen die hier eigenlijk hadden moeten staan? Want je hoort en je leest alleen maar dat mensen uit Nissewaard omgeving een volwaardig ziekenhuis willen hebben. En ik zie er hier toch niet meer als een kleine 40. De mensen die jij hier verwacht, die staan hier in een handtekeningenlijst. We hebben er meer dan 1050. He, dus, er zijn heel veel digitale reacties gegeven op de petitie. Van waarom die keuzevrijheid, aanstaande moeders, bevallen waar je wilt, hè, want daar gaat het om. Om die te steunen. Want het leeft wel. Ja, het leeft wel. Kijk, de reacties die er zijn, ook de media-aandacht. Dat is de afgelopen weken gigantisch geweest, vind ik persoonlijk. En als de Telegraaf je belt, of waar ik nooit wat van heb gehoord nog. En het AD en alle anderen. En jullie. Ik vind dat heel bijzonder dat je aandacht krijgt. En die hebben we ook nodig natuurlijk. Maar we doen het voor 200.000 inwoners van de hele omgeving. Van Voorne-Putten, Rozenburg en Hoogvliet. Wij zijn op zich een stichting die politiek onafhankelijk zijn. En wij komen voor onszelf en de burgers op. En de politiek is zelf verantwoordelijk om hierbij aanwezig te zijn. Maar goed, dat is een keuze. Ik ga het daar niet over. Maar ik ben hier voor de inwoners. Ik sta hier namens de inwoners als voorzitter van de Stichting Acute Zorg Voorne-Putten Rozenburg. Ja, u staat hier met een rood hart, maar niet vanuit de politiek, maar gewoon omdat het bloedt in het kader van dit. Ja, dankjewel Willem Heijdacker. Oké, dank je. Dames en heren, jullie horen mij zo? Ja, zeker. Okay. Dit zijn de demonstranten die gekomen zijn, samen met mij als voorzitter van de Stichting Acute Zorg Voorne-Putten Rozenburg. Er zijn in totaal 1056 handtekeningen verzameld voor wat de vraag is, hè, de keuzevrijheid, aanstaande moeders om te bevallen waar je wilt, om hier weer een verloskundige afdeling te krijgen. Dat is eigenlijk de doelstelling van deze demonstratie. Wij hopen dat u dit als plaatje mee wil nemen in uw gesprekken met de zorgverzekeraars, met de directies van de ziekenhuizen die eigenlijk in het verleden besloten hebben, samen met meerdere, het ROAS, etc. Dat is het regionale overleg acute zorgketen onder leiding van toenmalige ex-minister Kuipers, besloten hebben om hier met name die verloskunde weg te halen. En laten zij nou gaan besluiten, die beleidsmakers en die bepalers om het tijd te keren. Iedereen die zich inzet voor de zorg in de Nissewaard en verder in Nederland. Ik neem heel graag de petitie in ontvangst en ik overleg dan verder intern wat we daarmee kunnen gaan doen. Dus daar wil ik het eigenlijk bij houden. Dank jullie wel voor jullie komst. Zojuist petitie aangenomen. U bent? Tessa van Maanen, bestuurder van Spijkenisse Medisch Centrum. Ja, een hele eenvoudige vraag. Wat gaat u doen met de petitie? Bovenste la, onderste la? Ik heb hem in ontvangst genomen. Ik bespreek het met mijn collega-bestuurders. En daarnaast houden wij natuurlijk altijd rekening ook met de landelijke context waar wij ons in bevinden. Ja, de kans is niet groot dat dit een volwaardig ziekenhuis op korte termijn gaat worden. Kan ik me zo voorstellen. Ja, wij vinden onszelf een volwaardig ziekenhuis, hè? Dus wij hebben heel goed gekeken naar wat het profiel is in de regio en waar de meeste behoefte aan is. Om ervoor te zorgen dat de zorg dichtbij beschikbaar blijft. En het electieve profiel wat wij nu hebben is het meest passend en haalbaar in de huidige tijd. En daar wil ik het graag bij laten eigenlijk. Ja, dat begrijp ik. Maar u bent een jonge vrouw. Stel voor dat u zelf gaat bevallen en u woont in deze buurt. Zou u dat dan toch graag in dit ziekenhuis willen doen? Nou, ik vind dat een suggestieve vraag, dus daar ga ik niet op reageren. Nee. Oké, maar mocht het zover zijn, wens ik u heel veel succes. Dank u wel. Alsjeblieft. Okay. FNV, u bent de vakbondsbestuurder. Zeker. Ja. Uw naam? Giselle Arends. Ja. Ik kan me voorstellen dat u hier aanwezig bent. Niet alleen als vakbondsbestuurder, maar ook als iemand die Spijkenisse een goed hart toedraagt. En zich ook inzet voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis, althans het terugkomen van een ziekenhuis. Ik hoorde net van een van de directieleden dat zij vindt dat het een volwaardig ziekenhuis is. Nou, je hebt eigenlijk het hele gras voor mijn voeten al weggemaaid. Om die reden ben ik hier. Niet alleen als vakbondsbestuurder, want FNV ondersteunt gewoon goede zorg. FNV zet scherp in op lokaal. En dan vinden we lokale zorg natuurlijk heel erg belangrijk, vooral acute. Ja, want daar gaat het om, hè? Acute zorg. Acute zorg. En we hebben een prachtig ziekenhuis, maar ik denk dat het nog niet helemaal volwaardig is. Nee, er staat ook niet ziekenhuis op, er staat medisch centrum. En volgens mij is dat meer als een nuanceverschil. Nou, dat ben ik helemaal met u eens, sowieso. En ik denk dat we gewoon nog heel veel elementen missen die we wel hebben gehad. En we zijn groeiende in de regio. Ik kom zelf uit Spijkenisse. Onze zoon is zelf in dit ziekenhuis geboren. En ik ben ook maar blij dat dat er was. Want hij moest binnen 5 minuten ter wereld komen. Als dat niet was gelukt, had ik ook naar Rotterdam gemoeten. En hadden we misschien ons lieve kleine Binky ook niet op deze manier gehad. Ik vind het echt belangrijk dat er goede acute zorg is. Als persoon die ook uit deze regio komt. Zoals ik zei, ik kom uit Spijkenisse. En de regio groeit en groeit en groeit. Nissewaard is een heel groot gebied. 200.000 inwoners en dan geen volwaardig ziekenhuis. Althans, de directie vindt van wel, maar u vindt van niet. En nog steeds groeiende. En als we kijken naar een gedeelte van Zuidland bijvoorbeeld, daar komen echt duizenden huizen bij. En dan denk ik, ja, dan kun je het bijna niet verkopen dat je zo dicht bij huis geen volwaardig ziekenhuis hebt. Waarin je onder andere gewoon normaal zou moeten kunnen bevallen. Ja, eigenlijk is het zo dat er hoort een gelijkheid te zijn in de groei van het aantal mensen, het aantal woningen en de faciliteiten. In dit geval een ziekenhuis. Dat is nu niet. Dat is duidelijk. Dat is het niet.